Vanavond te gast in een kwestie van kiezen de man met misschien wel de lastigste portefeuille in het kabinet. De minister van Integratie en Asiel, Geert Leers. Meneer Leers, welkom. Altijd leuk om op televisie te zijn. Wanneer wordt het eigenlijk uitgezonden? Nu, het zijn live. Dus het heeft geen zin om mijn vrouw Genoveef nog te bellen dat zij de DVD-recorder moet laten snorren. Ik ben bang dat dat te laat is, meneer Leers. Ah, jammer. Zij vindt het altijd zo leuk als ik op tv kom. Ja. Dan zien we elkaar weer eens, hè. Laten we snel beginnen met een paar dilemma's. Water of wijn? Doe maar wijn. Of nee, ik moet nog rijden, dus beter water. Of wacht, één glaasje moet wel kunnen, hè. Of, God, dat is wel een lastige meteen nemen, die man hier. Ja, dat is het programma, meneer Leers. Een duivelse programma. Ja. Ambitie of principes? Daar ben ik heel duidelijk in. Daar gaat het mij om principes. Geen misverstand. Zeker weten? Ja, denk ik. Tenzij de heer Wilders het niet eens is met mijn principes natuurlijk, dan pas ik ze een beetje aan, zodat hij er ook mee kan leven. Burgemeester of minister? Minister. Immigratie, verrijking of ramp? Kijk, als het gaat om migratie, dan hebben we met elkaar afgesproken ombuigen, beheersen en verminderen. En daar sta ik ook voor. Daar sta ik keihard voor en achter. Als burgemeester van Maastricht schreef u allerlei brieven naar uw voorganger, waarin u het opnam voor asielzoekers. Als minister wijst u dat soort verzoeken zelf weer af. Ja, kijk, ik leg met Sinterklaas ook een verlanglijstje in mijn klomp. En dan verwacht ik ook niet dat ik dat allemaal ga krijgen. Even een vraag die ik aan al mijn gasten stel. Hoeveel partners heeft u gehad? Eén, maar ik ben wel door heel veel collega's in de politiek genaaid. Meer dan 100? Ja, wel meer dan 100, denk ik. Ik heb het niet precies geteld. Meer dan 200? Dat denk ik ook wel, ja. Respect. Maar qua partners? Eén. Geert Wilders of Maxime Verhagen? Nee, Genoveef was het gelukkig. Nee, maar dat is een nieuw dilemma. Geert Wilders of Maxime Verhagen? Oh, nou, dat is een makkie. Maxime Verhagen, onze in- en integere partijleider. Oh. Ik kreeg net een tweet binnen dat Wilders twittert dat u beter voor hem kan kiezen als u nog een tijdje minister wilt blijven. Echt? Oh, dan kies ik in die zin voor Geert Wilders, zeg maar. Sorry. Oh. Nou komt er weer een tweet binnen van Maxime Verhagen dat u toch beter voor het CDA had kunnen kiezen. Even door, dat is lastig. Dan kies ik ook voor Maxime. En Geert Wilders. Voor allebei. In het verleden heeft u over Wilders gezegd. Hij spuit en scheldt in één richting met zijn ogen dicht. Buiten proportie en realiteitszin. En daar sta ik nog steeds vierkant achter. Ja. U doet alleen precies het tegenovergestelde en u zegt sorry. Ik neem niks terug van wat ik eerder gezegd heb. Maar we hebben nu eenmaal met z'n allen een beleidslijn afgesproken. Maar weet u zelf wel wat u daarmee bedoelt? Ik heb geen flauw idee. Hmm. Wat ik wel weet is dat ik met Geert Wilders heel duidelijk heb afgesproken dat wij gaan voor beperking van de gezinshereniging. Dan wil ik even met u kijken naar dit fragment van uw vrouw Genoveef. Vooral als je dus naar bed gaat, heel stil, dan zeg je dus tegen niemand wat. Als je opstaat, als je aan bij het eten zit je zo, zit je alleen te eten. Als ik de deur uitga, als je terugkomt. Zo die momenten allemaal, dan is er niemand. Hè. Dan kom je zo stil na een vergadering thuis. En is het huis donker als ik niet van tevoren licht heb aangedaan. En ja, af en toe, dat ben ik gewend. Ik ben ook gewend wel vaak alleen te zijn. Maar nu is dat altijd zo, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ik hoor de stilte, zeg maar. Ja. Uit welk satirisch programma is dit? Nee, dat is echt mijn vrouw, Genoveef. Genoveef. Wat een type, hè? Ik wist niet eens dat je zo kon heten. Maar uw vrouw mist u dus als u in Den Haag bent. Is dat niet een beetje vreemd? De man die zegt gezinshereniging hard aan te pakken, heeft zelf een vrouw die al zit te piepen en te janken als hij een paar dagen in Den Haag zit. Wat is de vraag? Spagaat of pas de deux? Oei, het gevaar bij de pas de deux is dat je mensen per ongeluk op de tenen gaat staan en daar, ja, hou ik niet zo van. Spagaat dus. Spagaat is vooral pijnlijk als je kloten hebt, dus doe dan toch maar de pas de deux. Maar meneer Leers, als u zoveel dingen moet doen die tegen uw principes ingaan, dan kunt u toch gewoon kappen en lekker tegen de bevallige kont van uw lieftallige echtgenote aankruipen? U schetst een buitengewoon aantrekkelijk beeld, meneer Nieman. Maar zo zit ik nou eenmaal niet in elkaar. Ik zal nooit als eerste het zinkende schip verlaten.
Waar ik het CDA voorstelde als een zinkend schip, bedoelde ik waar mijn familie. En waar ik het eerder had over verrijking, daar bedoelde ik natuurlijk vermindering van de instroom. Stop de tijd, ik zet één joker in. Dat is een ander spel. Oh, wacht even, die is van mijn vrouw. Oh, schatje, je moet drukken op die grote rode knop met de raak eronder. En de afstandsbediening ligt in het eikenhouten kabinetje onder mijn grote portret. Dames en heren, dit was een kwestie van kiezen. Mijn naam is Rick Nieman. Voordat ik afscheid van u ga nemen, kijk ik nog even betekenisvol de camera in. Tot volgende week. Kan ik nog even excuses aanbieden aan iedereen die ik vergeten ben?